Goedemorgen, het is woensdagochtend 7:30 en ik moet weg. Dus vandaar dat ik zo, en toen dacht ik, oh camera. Ik hoef een halve dag te werken, of hoef, ik ga een halve dag werken. De kinderen die zijn 's middags vrij en we hebben van alles te doen. Dit is mijn outfit van vandaag. Oh, daar hebben jullie helemaal niks aan. Nou goed, leuk. Ik zie jullie straks weer. Ik moet weg en ik ben vanmiddag thuis. Dan heb ik even... rust tussen haakjes. Ga ik wat wasjes doen en even wat dingen in het huis doen. En dan 's middags gaan we naar mijn moeder. Snel eten daar. En naar de allereerste open dag van de school. Spannend! Hallo allemaal. Het is bijna 2:00 en ik ben al ongeveer 1,5 uur thuis. We hebben even lekker geluncht. De kinderen zijn nog een beetje aan het spelen. Over ruim 1,5 uurtje gaan we naar het andere winkelcentrum lopen. Of het andere winkelcentrum, de andere buurt lopen. Daar heeft Matteo zijn masterclass. Er vroeg iemand waarom ik zo tegen deze school was. En ja, weet je, ten eerste kijk je gewoon wat er uit zo'n school komt tijdens pauzes en zo. En dat, ja... Nee, ik zie Matteo daar gewoon niet tussen zitten. En ten tweede heb ik gewoon geen positieve verhalen over deze school gehoord. Gewoon van moeders die nu, weet je waar ik mee spreek, waar de kinderen van nu bij elkaar in de klas zitten, die daar zelf op hebben gezeten en zo. En er zeggen een paar gewoon dat ze doodongelukkig op die school waren. Dus ja, nee, dan gaat de keuze gewoon naar een andere school. Daarna gaan we naar mijn moeder met de metro. Ik ben met Mark in conclave, maar hij reageert niet. Dat heb je wel eens. Of hij ons eventjes bij het Zuid-WTC wil oppikken. Zodat we dan, het scheelt weer een tramrit. En dan gaan we even bij mijn moeder eten. En daarna naar de allereerste school. En het is heel erg spannend. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ik ben nu een spelletje aan het spelen. No Man's Land... Nou, hoe heet dat nou? The Walking Dead, No Man's Land of zo spelletje. Ik weet niet wat ik ervan vind. Ik weet je, ik speel het ongeveer 2 keer per dag. Dan eventjes, 's middags even. Nou ja, niet als ik werk. En 's avonds. En dan heb ik het wel weer gedaan. En op een gegeven moment ben ik een spelletje zat. En dan haal ik hem eraf. En dan vind ik het ook niet erg dat mijn score weg is en weet ik veel wat allemaal. En dan begin ik of met een nieuw spelletje of niet. Dus, maar goed. Ik ga nog even 1,5 uurtje hier zitten. De kat, Max, die heeft... We hadden... Kijk, we hadden hier al heel lang geen mat. Toen hebben we plastic matten gekocht. En, want we hadden zoiets van... Nou ja, als de katten er dan op plassen, dan kunnen we ze afspoelen. Maar vanochtend om... Hoe laat ging ik naar beneden? 6:15 of zo zat Max te plassen. Nou echt, gewoon 500 liter kwam eruit. Maar goed, ik moest zelf ook werken. Dus ik heb dat nu gewoon geprobeerd schoon te maken. Ja, die matten, onze kraan doet het nu even niet buiten, want het vriest. Die matten die zijn helemaal doordrenkt, die kan ik schoonmaken. Alleen daar ligt hout. En dat hout, dat is natuurlijk helemaal met die urine een beetje doordrongen. Dus ik denk dat ik van het weekend even met Mark naar de Gamma of iets dergelijks ga om een nieuw stuk hout te kopen. Want ja, dit werkt gewoon niet. Die geur die blijft gewoon hangen. En dat is gewoon vies. En dit is ook de reden waarom Mark, als Max en Trinity er niet meer zijn, waarschijnlijk geen katten meer wil. Want hij vindt het gewoon geen fijne geur. Er is een vriendje die belt aan. En ik had gezegd dat Mika kon spelen, maar hij kan niet spelen. Dus dat zal dan niet zo leuk zijn. Hallo allemaal! Moeder! Ik ben weer... Oh, gelijk de bril af. De bril moet altijd gelijk af, hè? Ja, ik ben weer wel... Ik dacht op de foto, op de... Je bent altijd... Nou, weet je wat ik nou zo leuk vind? Ik ben de laatste tijd zo vaak hier. Ja, kijk eens naar mijn gat. Kijk, mijn moeder heeft een gat. Of twee. We hebben de vorige keer dat we hier waren, hebben we het erover gehad. Hè? Weet jullie nog? Nou, dat was zeg maar het oorspronkelijke gat. En daar zat deze zat achter platen. Want waren dit twee slaapkamers. Zo'n keuken en een slaapkamer. Kijk, dus dat is zo groot is het. Normaal zouden dit dus 2 kamers zijn geweest. En nu is het... Ja, nou, hij komt gewoon door het tweede gat. Dat is zo leuk. Toch, Mara? Ik kan kiezen nu. Ja, ik kan gewoon kiezen. Of je kan gewoon rondjes lopen, wat ik er net heb gedaan. Nou, zoals ik al 20 keer heb verteld, zijn we hier omdat dit lekker dichtbij een school is. Waar zo direct een open avond is. Dus daar gaan we zo direct gewoon naar kijken. Hartstikke interessant. Matteo die heeft zijn masterclass weer gedaan op die andere school. In eerste instantie zat hij in groep D. Lukraak. Maar alle kinderen van zijn school en de parallelklas en zijn klas, die zaten in groep A.
Nou, normaal zou ik daar geen ophef over maken als er een paar kinderen ook in groep D hadden gezeten. Maar ze zaten echt allemaal in A en Matteo zat in D. Dus toen ben ik eventjes naar de juf toe gegaan en heb gezegd van, goh, kan Matteo misschien ook in groep A, want het is een beetje sneu. Maar ze waren heel erg aardig, dus dat kwam helemaal goed. Dus hij zit nu ook gewoon in zijn goede groep. Dus ja, dat. We gaan zo lekker eten, toch Moes? Ja. Oké. Oh my god. Zien jullie dat ik hele rode wangen heb nog steeds? Dit is echt de eerste open avond. En oh my god. Het was, nou ja, of het heel erg verhelderend is, weet ik niet. Maar deze school staat zeker op onze lijst. En zeker hoog bovenop aan onze lijst. Dit was de enige school die in eerste instantie niet op mijn lijstje stond. Totdat ik de gids kreeg en dacht, oh, dit is toch allemaal wel heel erg interessant. Ze hebben een buitenhuis ergens in een bos waar ze gewoon elk jaar alle klassen die gaan daar gewoon naartoe. En ik weet eigenlijk niet, ja jawel, volgens mij wel. Ze hebben excellente talen, dus ze geven Spaans, Fastlane, Engels en Italiaans. Dat is een extra vak, dus dat gaat nog bovenop je normale schoollesuren. Doe je dat wekelijks en voor Spaans is dat volgens mij 3 uur extra per week. Maar Matteo heeft daar zeker oren naar. Het is alleen een vrij grote school als in leerlingen. Dus de school zelf is niet zo groot. Dat is natuurlijk een vrij kleine school als in gebouw. Nou, dus dat is het inderdaad. Het is een heel mooi klassiek gebouw. Super gaaf. Weet je, in Amsterdam. En, maar de lokalen die zijn klein. En er zitten volgens mij iets van 1100 leerlingen of zo op. Maar de sfeer, het voelde goed daar. En dat was toch heel erg belangrijk. Maar echt, ik moest ook zelfs op een gegeven moment. De rector die was een soort toespraak aan het houden. En ik moest echt gewoon serieus ook een traantje wegpinken. Ik ben blij dat Mark dat niet heeft gezien. Maar weet je, dan denk ik, oh mijn god, mijn kleine jong. Maar ik lach me uit. Maar goed, morgen hebben we er weer een. En dat is allemaal hartstikke leuk. Morgen gaan we er naar eentje waar een oud, hoe heet het, medeleerling van mij werkt. Dus dat is even leuk. Ze vroeg dan net op Facebook, oh, komen jullie ook daar en daar naartoe? Toen zei ik, ja, daar komen we morgen. Oh, ja. Nou, en dat, het is nu 8:50. De kinderen liggen er net pas 10 minuten in of zo. En ze hebben allebei morgen CITO's, dus het gaat weer lekker goed. Mika vond het een beetje, ja, saai wil ik niet zeggen, maar hij, ja, weet je, het spreekt hem nog niet echt aan. Hij zit natuurlijk in groep 7, maar ook het niveau is anders. En we zitten nu een heel klein beetje in dubio of we Mika gewoon elke keer mee gaan sleuren. Ja, soms gaat het niet anders, want Mark wil ook per se mee bij elke school en dat is logisch. Maar zoals nu, weet je, zijn we pas om, hoe laat waren we thuis? 7:45 of zo. En ik denk dat we morgen later thuis zijn, omdat de open dag ook later begint. Dus ja, weet je, het is een beetje onhandig. We hebben niet echt een oppas. En mijn schoonmoeder die werkt ook gewoon. Die woont hier in de buurt, maar die werkt ook gewoon en die is ook gewoon moe. Maar ja, misschien dat we hem toch maar eventjes bij haar dan droppen. Vind ik een beetje een naar woord. Maar gewoon, weet je, ze gaan dan lekker tv kijken en hij krijgt dan te drinken. En hij krijgt alle liefde en zo. Maar dat moeten we nog even uitzoeken. Maar vooralsnog, ja, was dit echt een fijne school. Maar ik vond het ook fijn. Dus, ik moet morgen werken, een halve dag. Dus ik sluit hierbij gewoon de vlog af. Ik ga nog heel eventjes een beetje computeren en YouTuben en weet ik veel wat allemaal. Ik heb hier mijn bakje met pruimpjes en daaronder zitten wat hazelnootjes. Dus dan ga ik even lekker snacken. En ik zie jullie morgen weer. Smile for pretty!